banker bij Van Lanschot Bankiers. Bij de Rabobank als beleggingsadviseur. Buitendienstmedewerker bij IRK Verzekeringen. Bij financieel adviseur bij de Rabobank. Pensioenadviseur bij Koenen & Co. Pensioenadviseur bij Interpolis. Mijn naam is Bart van Ochtrop, private banker bij Van Lanschot Bankiers. Ik heb toen 10 maanden in Zwitserland gezeten op onze kantoren in Zurich en Genève. Een hele leerzame ervaring. Ik ben sinds een maand werkzaam bij IRK Verzekeringen. Mijn taak is om zoveel mogelijk dealers aan IRK te koppelen. Ik werk als pensioenadviseur bij Interpolis. In mijn werk help ik Rabobanken, andere tussenpersonen om pensioenen te verkopen. Ik probeer ze daar zo goed mogelijk in te ondersteunen. Als financieel adviseur adviseer ik op het gebied van hypotheken en vermogen. De opleiding Financial Services Management biedt een goede basis om door te groeien binnen de Rabobank. Als financieel adviseur zou ik bijvoorbeeld door kunnen stromen naar de afdeling Private Banking. Na mijn opleiding FSM ben ik lid geworden van de oud-studentenvereniging Pecunia. Ik leid een afdeling pensioenadviseurs, de advisering omtrent werknemersregelingen of collectieve contracten. Direct na mijn studie Financial Service Management begonnen. Op de afdeling beleggingsadvies van een andere Rabobank als ondersteuner. Binnen een maand of 9 ben ik doorgegroeid naar junior beleggingsadviseur. De FSM opleiding is een dynamische opleiding. Wij volgen de markt, wij kennen de trends. Je wordt opgeleid voor een specifiek beroep binnen het bank- en verzekeringswezen. Maar je kan nog veel verder. Je kan, nadat je deze opleiding hebt afgerond, extern examen afleggen. Je bent daarna gecertificeerd financieel planner of gecertificeerd beleggingsadviseur. Als je wil kan je de productkant opgaan, dus binnen het bank- en verzekeringswezen, maar je kan er ook voor kiezen om de consultancy-tak in te gaan. Denk aan een accountantskantoor wat zich richt op financiële planning of pensioenconsultancy. Je verkoopt dan geen producten, maar je verkoopt je advies. Je verkoopt je kennis. Goed gedoseerd. Ja, bevalt goed. Ik vind het heel anders als op het ROC. Zo, je wordt wat meer losgelaten. Ja, je hebt veel beroepsmogelijkheden. Vrij persoonlijk ook. Het ligt een beetje aan wat je wil, maar als je financieel advies wil geven, sluit die wel goed aan. Het is wel even pittig, maar dan heb je ook wat. Heldere structuur. Ja, zo gezellig hier. Het is gewoon heel uitgebreid en heel leerzaam. Leuk leren. Met de afzaam kun je zeker carrière maken. Dus daarom moet je dit kiezen. Daarom heb ik dit ook gekozen.